Goedendag. Ja, donderdagavond was het nog heerlijk weer om buiten te zitten. Het voelde wel drukkend warm aan en waar Rempel het zonnetje kwam nog tevoorschijn zoals hier in Spijkenisse. Maar ja, vanochtend zag de wereld er helaas heel anders uit, mensen. Vanochtend vroeg na 7 uur is dan eindelijk ja, officieel de zomer begonnen, maar van zomerweer zal voorlopig helaas geen sprake zijn. Het regende ook flink. Op Goeree-Overvlakke zelfs tot eind van de ochtend ja, 20 liter water per vierkante meter in Melisand. in ja, deze foto uit Rozenburg, ja, die spreekt ook boekdelen. Heel veel mensen die moesten met regenkleding en paraplu naar het werk. Nou, vannacht is het droog in de regio. Met temperaturen die zakken naar zo'n 12 of 13 graden. Daarbij hebben we te maken met wolkenvelden en opklaringen. En de wind neemt af tot matig windkracht 3 of 4 uit het zuidwesten. Ja, en morgen overdag, de zaterdag is het dan weer wachten op een volgende storing met lichte regen. Nou, de dag begint in ieder geval nog droog, met name dieper landinwaarts ook wel af en toe nog een zonnetje. Maar in de loop van de ochtend raakt het bewolkt en gaat de enige tijd lichte regen vallen. Die trekt in de middag dan weer naar het oosten weg. En kan de zon weer af en toe tevoorschijn komen? Temperaturen te laag, een graad of 18. En de wind aan zee weer krachtig. Evenals vandaag in windkracht 6 uit het zuidwesten. Nou, zondag, een sterk wisselvallige dag. Zonnige momenten, maar er vallen ook geregeld buien. Ook weer door een aantal storingen die van zuidwest naar noordoost over ons land trekken. Temperaturen slechts 17 graden. Een straffe zuidwestenwind erbij. Ja, en begin volgende week. Weinig hoopvol ben ik helaas. Het uh, wordt zelfs nog koeler voor de tijd van het jaar. De temperatuur daalt naar waarde om en bij de 16 graden. Vooral maandag een aantal buien. Dinsdag en woensdag ook geregeld zon. Slechts een enkele bui. Maar ja, u ziet het. We mogen het natuurlijk voorlopig helemaal nog niet over zomerweer hebben. Nou, maakt u weer foto's of foto's van de natuur? Dan kunt u ze ook het komend weekend gewoon insturen. Naar weer foto, apenstaart, weerfoto apenstaartrijmond.nl weerfoto.rijmond.nl Geniet van het weekend en heel graag tot maandag.